Ik ben eigenlijk van jongs af aan al heel erg nieuwsgierig. World Trade Center, die zat ik al aan de buis gekluisterd, ook al was ik 11. Ja, door fotojournalistiek zit je gewoon dicht op het nieuws. Je bent ergens waar het zich afspeelt. En geen kantoorbaan, 9-5. Remco de Waal uit Groningen. Een van de 4 finalisten van de talentenjacht. Altijd op zoek naar de beste nieuwsfoto. Maar hoe maakt hij die? Ja, een goede nieuwsfoto die vat het nieuws eigenlijk in één beeld samen. In principe kan je, dat is heel lastig eigenlijk, om al het nieuws in één foto te vangen. Maar het lukt soms wel doordat alle componenten in de foto, de verschillende lagen, dus de voorgrond, achtergrond, ja, of net de houding van een persoon, dat het gewoon allemaal klopt. Je kijkt als eerst natuurlijk, hier gebeurt het, daar kijk je als eerste naar. Maar hoe erg is dat nou echt? En dit is dan de GP van Eex, maar als je kranten bekijkt en je ziet een foto van Afrika en heel veel ellende, maar je moet ook altijd een rijtje verder kijken hoe de rest van de mensen erop staan. Dan kan je pas denk ik echt lezen of er echt wat aan de hand is. Ja, daarom vind ik dit een interessant beeld. Pepijn van den Broeke, een professionele persfotograaf uit Groningen, won in 2005 de zilveren camera met zijn sportserie over Renate Groenewold. Op welk moment klikt hij voor de goede nieuwsfoto? Je reageert gewoon op wat er gebeurt. Maar op het moment dat je klikt, is zelfs letterlijk bij de soort camera's waar ik mee werk, zie je letterlijk even niks. Dus eigenlijk weet je het niet echt. Het is meer dat je leert om te anticiperen en dingen aan te voelen. Ik klik niet zomaar door. Ik probeer echt wel gewoon het juiste moment te pakken. Misschien 1 of 2 foto's of 3, maar meer ook niet. Maar wat typeert een goede nieuwsfoto? Die kan het nieuws in 1 beeld vertellen. Meestal. Soms heb je wel meerdere beelden nodig, maar het is vooral een beeld waar meerdere lagen in zit. Dus het verhaal wordt verteld, het ziet er gewoon goed uit. En als je al die lagen bij elkaar hebt, dan heb je gewoon een goede nieuwsfoto. Een vakantiekiekje kan heel belangrijk zijn als herinnering of een groepsfoto. Dit zijn meestal vooral van die klassenfoto's zijn meestal vrij suf, maar die zijn 20 jaar later hartstikke leuk. En een nieuwsfoto moet op dat moment iets te zeggen hebben. Dat is denk ik het verschil. Als ik eenmaal freelancer ben en ik heb misschien wat meer naamsbekendheid gekregen, dat zou ook fijn zijn als ik zo'n talentenpool win natuurlijk. Dan kan ik misschien inderdaad wat meer foto's verkopen. Ik denk dat het vooral lang duurt. En misschien dat het nu moeilijker is als, ik ben dan denk 15 jaar geleden of zo begonnen. Misschien dat het toen makkelijker was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik denk dat het wel bijna 5 jaar heeft geduurd voordat je denkt van, hier kan ik inderdaad wel comfortabel van leven. Maar ziet Remco een toekomst in de fotojournalistiek dan wel zitten? Ja, daar ben ik eigenlijk helemaal gemotiveerd voor om daar mee verder te gaan. Dus dat zou ik heel graag willen, ja. Ik denk als je wat kan en het wil en het gewoon volhoudt en daar ook de financiële ruimte voor blijft hebben, of je dat nou doet door eerst nog een bijbaantje te hebben of ja, ik denk als je echt een beetje wat kan laten zien, dat je dan op een gegeven moment wel boven moet komen drijven.